Ineens was het woensdagochtend en tijd voor een nieuwe vlog. Wat leuk dat jullie weer meekijken. Druk ben geweest met een aantal leuke projecten in huis. En dat brengt natuurlijk de nodige rommel met zich mee. En ik heb besloten om vandaag een soort reset te doen. Ik zal jullie heel snel bijpraten. Een tijdje geleden had ik gezegd dat ik bij dat heet Fit for Fertility. Superleuke praktijk. Dat is allemaal via Zoom gegaan, via Zoom calls. Dus ik ben daar nooit geweest. Maar ik had dus een bloedonderzoek, een uitgebreide bloedonderzoek en een ontlastingsonderzoek. En van het bloedonderzoek op zich kwam alles goed terug. Mijn schildklier is helemaal goed. Ze hebben niet alleen de TSH, maar ook de T3, T4, dat allemaal gecontroleerd. En alles zag er goed uit. Vitamine D wordt goed opgenomen. Dat was allemaal goed. Mijn mineralen waren allemaal een beetje aan de lage kant. En uit die andere onderzoeken is ook gekomen dat ik een lekkende darm heb. En ook mijn darmflora is niet optimaal. Dus dat kan heel veel andere dingen natuurlijk uitleggen. Zoals het feit dat mijn mineralen laag zijn. Want de opname is natuurlijk dan niet zo goed. Mijn ferritine is ook weer heel laag. En dat los je niet alleen maar op met probiotica, want ze legden uit dat de darmwand is een soort kronkeltjes zo. Die ene kronkel zo, dat zijn zeg maar huisjes voor de goede bacteriën. Maar als dat natuurlijk aangetast is, dan heeft die goede bacterie geen huisje. Ja, met L-glutamine, dat is ook een aminozuur waar de darmwand van opgebouwd is. Dus ik ga een maand ongeveer L-glutamine, dan stap ik over op één probiotica en dan weer op een andere. En het is eigenlijk een soort reset van je darmen. Ze zegt dat hoef je waarschijnlijk één keer maar te doen. De oorzaken daarvan, ja, er zijn heel veel oorzaken. Het kan ook een combinatie zijn. Dus daar ben ik al heel blij mee dat we in ieder geval dat weten en daaraan kunnen gaan werken. En in ieder geval zat het over die reset. En toen dacht ik, ja, dat heb ik eigenlijk ook gewoon nodig hier gewoon in mijn hoofd en in huis en een beetje in mijn leven. Dus ik ga even een mini reset doen vandaag. En één keer in zoveel tijd heb ik dat gewoon nodig. Vind ik dat fijn. En dan is een dag waar ik gewoon een hele lijstje maak. En niet dat ik dwangmatig de lijstje moet afwerken. Maar ik gewoon denk van, nou, ik moet even al die dingen tackelen. Even mijn mail en achterstallige dingen. En nou, dat. Ook heel veel opschrijven. En dan, dan kan ik het gewoon vandaag en misschien morgen gewoon goed aanpakken. En dan keert de rust een beetje weer terug. Ik wil jullie even mijn nieuwe lampenkap laten zien. Dit is dus die lamp die ik heb geschilderd. Ja, ik wou dat jullie het echt goed konden zien. En dan heb ik deze lampenkap ook via Facebook Marketplace gevonden voor een tientje. Nou, ik vind het echt de goede maat. Ook groot. En het maakt een heel verschil in huis. De kerstboom hebben jullie dan waarschijnlijk in die ene video al gezien. Maar ja, dit is hem geworden. Ik ga nog wat dingetjes toevoegen. En zo kijk ik dan en denk ik, oh ja, daar moet nog een sinaasappelschijfje. Daar moet nog een sinaasappelschijfje. Dus dat is een work in progress, denk ik zomaar. En dat vind ik ook hartstikke leuk, juist. De boom moet nog versierd worden helemaal. Hij staat scheef, want ik krijg die pootjes niet goed. Dus dat gaat vriend Lief even oplossen. En dit is gewoon, ja, dat noem ik de kinderboom. Maar het is een boom met allemaal leuke versieringen die we ook door de jaren heen een beetje hebben verzameld en ja, die toch elke keer zo herkenbaar zijn en een beetje het gevoel van hou vast en traditie geven. En ook ja, deze heb ik van mijn tante ooit geërfd, maar die heb ik van haar gekregen. Ik heb deze heeft Juana voor mij gemaakt op kinderdagverblijf en ja, dat zijn dingen die voor mij dan toch een bepaald gevoel met zich meebrengen. Deze heeft Juana uit Bolivia gekregen van oma. Eigenlijk vind ik dat hij dan hier of zo. Ja, alles is leuk, dus ik wil alles wel aan de voorkant hangen. Hallo schapie. Die was houdt maar niet op, hè. Ik weet niet hoe dat kan. Dus ik ga dit takelen. En dan mijn lijstje. Mijn lieve man, wil je mij alsjeblieft vergeven voor wat ik heb gezegd tegen jou? Deze outfit is veel leuker. Maar ja, ribbeltjes met ribbeltjes kan ook niet, hè?
Ik ga een lasagne maken en een van de lekkerste en makkelijkste lasagne's die ik ken. En daar heb je gewoon een uitje voor nodig. 2 keer cottage cheese. Ik heb nu deze spinazie gehaald. Bladspinazie en dan in van die kleine porties. Je kan het ook gewoon met verse spinazie doen. Alleen er komt ontzettend veel vocht vrij. Die je dan ook allemaal moet afgieten. En je hebt dan hele grote stukken. Van die bladeren zijn dan heel groot. Waardoor het, als je het eenmaal gaat eten, vind ik, dan moet je echt heel veel snijden om door die spinazie heen te komen. Dus ik ga het proberen met dit. 2 keer tomatenblokjes. Ik heb trouwens gewoon deze lasagne bladeren, gewoon verkoren. En ik had ook verse lasagne bladeren gekeken, maar er zit zoveel meer koolhydraten in. Niet normaal, vergeleken met wat er hierin zit. Je hebt ook 2 eieren nodig. De spinazie met het uitje, een beetje knoflook, zout en peper. En dan is het eigenlijk een kwestie van deze dingen gewoon toevoegen. Dus dit, de eieren en de cottage cheese. Roeren en je kan je lasagne in elkaar gaan zetten. Nou, het ziet er dus zo uit. Ja, ik denk dat je misschien 5 minuten bezig bent uiteindelijk. Dus als je echt geen tijd hebt, is het een hele goede alternatief. En het smaakt ook heel lekker. Ik heb hem al eerder gemaakt en het is echt ja, gewoon een lekkere lasagne. Nou, ik ben in Tiel. Ik ga even een bakje koffie doen met mijn tante. Die heb ik al een tijdje niet gezien. En nu omdat mijn ouders weg zijn, wil niet zeggen dat ik natuurlijk niet bij mijn tante langskom. Want ik heb een hele goede band met mijn tante. Ik zie dat ze heeft versierd, dus ik ga jullie even laten zien. Zo leuk. Kerstballen hier. Mooie krans. Oh, die is ook mooi. Oh, die is er zelf gemaakt. Volgens mij weet ik nog. Met een buis gewoon rond. En dan... Zo leuk. Ik laat jullie eerst even een before zien. Ik heb al deze lade schoon leeggemaakt. Ik liet hem vallen. Zo baal. Ik wou hem terugzetten op zijn plek. En hij ging niet goed. En hij gleed er vanaf. En hij valt... En hij breekt helemaal, dus nou ja, ik moet even kijken of we hier een losse van kunnen bestellen. Zou wel moeten kunnen, denk ik, toch? Wat jammer. Vind ik echt heel jammer. Nou, en after. Alles is weer klaar voor de boodschappen. De groentela ook. Nog een paar dingetjes die op moeten. Misschien kan het vandaag nog. Hier ook nog een paar restjes. Nou, dat kan allemaal dadelijk op. Ik wil even het eindresultaat van de kinderboom met jullie delen. We hebben allemaal leuke dingen erin. De lama uit Bolivia ook. Ja, te leuk. De grote hamburger en de pizza. En de beertjes die Juana heeft gekocht. Cupcakeje, nog een lama. Oh, dit is ook zo'n heel leuk hartje. Is leuk. Oh, deze heb ik jaren geleden ook bij de kringloop gevonden. Een Chinese lantaarn, denk ik. Nee. Oh. De muur is kapot gemaakt. Oh nee, gelukkig niet. Wat een schrik weer, mensen. Het is vandaag mijn dag van dingen laten vallen. Of kapot maken. Ik heb 1,5 uur extra gewerkt vandaag. Boom opgetuigd bij ons. En het was een boom van 4 meter ongeveer, denk ik. Ja, 4 meter. Sowieso met de boom in elkaar zetten en uit elkaar halen, zeg maar de takken. Was ik al, denk ik, 2,5 uur, 3 uur bezig. En dan nog de lampjes erin en wat versieringen. Niet veel versieringen. We hebben gewoon van die vogelhuisjes, heel schattig. Mijn oma had een pakketje gestuurd. Was eigenlijk voor mijn ouders bedoeld. Maar die kwam veel te laat aan. Geluk bij een ongeluk voor ons. Want ik heb lekker Vins brood. Oh, zo lekker. Heet roeispalat. En ja, wij vinden dat zo lekker. Gaan we de tosti-ijzer doen, kijken wat daar gebeurt. Gisteren had ik ook eentje, had ik hem in de oven gedaan. Ik vind het wel zo heel wat om zo'n grote oven helemaal op te warmen. Voor 1 klein stukje brood.
Cause bar any dreams has left me lonely now. And I lost a part of myself that's begging to be found. So I say thank you for the Sunday paper. I step outside, take the news and go back in. I step outside, take the news and go back in. If seasons change and this city stays the same, and we're still in town, is it wishful thinking and maybe... Ik wil jullie nog laten zien de sloffen die ik voor Juana heb gekocht. Kijken hoor. Oh, ze zijn zo lekker. Ik wil ze ook heel graag. Groen, vilt. Lekker warm. Ze zitten lekker. Deze zijn te klein voor mij. Dit is 38-39. Dus ik weet niet of ze 39-40 of dat ik al naar de 40. Ik weet niet. Dus ze vallen ietsjes aan de kleine kant. Heerlijk. Ik wil ze de hele tijd van haar afpakken. Maar ik heb ze op mijn wenslijstje staan. Dus. Hier zit ik dan. Vrijdagmiddag. Normaal zou ik mijn huisje schoonmaken. Maar ik had gisteren al heel veel gedaan. Dus... Ik heb even de boodschappen uitgepakt, de vaatwasser uitgeladen en ingeladen. Even de wc-pot gedaan, maar ja, verder hoef ik niet zoveel te doen. Dus dat is fijn, vooral vandaag. Ja, dat ik gewoon wat lang heb gewerkt en zo, dus dan komt het allemaal goed uit. Ik heb eens beter zitten, oh, zo. Ik heb vandaag dry kneeling gehad op mijn rug, fijn. Mijn handen zijn vol met sneetjes van die kerstboom. Oh, en nu doet het echt pijn. Ik had het niet in de gaten tijdens het doen. Maar nu zie ik allemaal heel veel van die kleine sneetjes. En die zijn pijnlijk, die branden. Even de spullen uit de kast gehaald. Die witte kast, soms heb ik gewoon zin om op te ruimen. Ik heb natuurlijk zoveel opgeruimd tijd terug. Dat ik merk dat het bijhouden gewoon heel makkelijk is. En soms moeten een paar dingetjes weg. Een beetje editen, hè. En dat doe ik alleen wanneer ik gemotiveerd ben daarvoor. Wat ik echt zin in heb. Want ik denk ook soms dat het klinkt misschien als zweverig, maar opruimen vind ik ook. Er moet inspiratie zijn. Er moet een plaatje zijn van wat je wil bereiken. En daarvoor gaan. Dus, nou, in het hele begin van het filmen viel de camera al uit. En ik had geen zin om hem helemaal op te laden. Maar dit is wat wij dus hebben kunnen wegdoen. Dus het is weinig. Maar we hebben voorheen al zoveel ontspeeld. Dat dit zijn gewoon de laatste dingetjes. Ook dingen waar. Wij op een gegeven moment beseffen dat we het toch niet gebruiken of waar Juana uitgegroeid is. Het is gisteren super donker, dus ik ga even met jullie delen het resultaat van het kastje tot nu toe. Er staat dan bijvoorbeeld stiften en dan hebben wij Juana stiften, verfspulletjes, al het materiaal die ik gebruik om in te pakken. En die dozen zijn niet echt heel erg vol en dat vind ik ook fijn. Het hoeft voor mij niet allemaal vol als het maar op het overzicht is. Ik vind dit niet het meest handige of efficiënte systeem. Daar ben ik heel eerlijk in. Want als ik iets moet pakken, moet ik natuurlijk elke keer die bakken eraf tillen. Aan de andere kant wordt het weinig gebruikt. Maar het zijn wel allemaal spulletjes die op een gegeven moment wel gebruikt worden. Dit is dus de rommellaag geworden. Ik weet niet of het me gaat lukken om het zo te houden. Wel is het wat handiger nu, want ik heb bij de hand wat ik echt vaak gebruik. Ja, en dit zijn allemaal van die ja, dingetjes die je gewoon op een gegeven moment misschien nodig hebt. Schroefjes en schroevendraaiers en ja, gewoon random kantoorspullen, puntenslijper. In zo'n Lucifer's doosjes heb ik de paperclips gedaan en gatenmaker. Hier liggen al onze cadeaubonnen en zegelboekjes. Dat. Nou, ik wou gemberkoekjes gaan maken, maar Juana wil gewoon suikercookies, sugarcookies. Ik ga een iets gezondere variant maken. Veldbloem. Een hele lieve reactie van iemand die mijn vlogs bekijkt. Leuk is als ik mijn recepten zou delen. Dus dat ga ik doen. Onder bij de omschrijving zal ik even deze recept neerzetten. En ik zal natuurlijk ook dadelijk zeggen of het echt wat is. Want ik ga het voor het eerst zeg maar aanpassen naar een gezondere versie. Het is bijna op, maar volgens mij heb ik net genoeg. Wil ik suiker gaan gebruiken? Dan gebruik ik kokosbloesemsuiker. Ik heb gewoon deze melk. Maar jullie zouden ook amandelmelk kunnen gebruiken. Kokosmelk. Lekkere roomboter.
sugar cookies. Er zijn ook sugar cookies. Alleen de suiker is donker. Omdat de suiker donker is. Dat vind ik niet leuk. Het is gewoon een suikerkoekje. En nu is het heel erg koud. Dus het is makkelijk soms uit te rollen en goede figuurtjes van te maken. Mag ik glazuur maken? Tuurlijk mag ik glazuur maken. Maar eerst even de koekjes pakken.